Hey, hallo. Welkom weer bij deze podcast voor Altijd Jong, waarin ik jou meeneem in een leven om voor altijd jong te blijven. En dat kan gaan van voeding, beweging tot iets meer spiritualiteit. En vandaag heb ik een fantastisch bijzondere gast, Menor. En Menor leeft van prana. En prana is levensenergie. Hij leeft volgens Pranic Living. Dat betekent niet eten en niet drinken. En voordat jij nou denkt, goh, niet eten en niet drinken, dat kan helemaal niet, want we hebben van alles nodig. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn, want Menno gaat ons dus meenemen in zijn verhaal. Waar hij vandaan komt, heeft een verleden als bodybuilder. Nou, echt helemaal fantastisch. Het spreekt verschillende type mensen aan, dat gaat hij daar ook eventjes vertellen. En ik kom op hem via, ik heb hem al meerdere keer voorbij zien komen, het niet eten en niet drinken, integreert me enorm, vind ik mateloos interessant, omdat alles om ons heen draait bijna om eten en drinken. Zeker nu ik ook in Spanje ben, is het gewoon overal eten en drinken. Dus ja, wat Menno heeft verteld, je kunt de podcast ook luisteren bij Giel Beelen, dat is nog een heel mooi verhaal. Maar Menno, superleuk dat jij bij mij in de podcast bent. Ik vind het ongelooflijk tof. En ja, vertel, jij leeft volgens prana, maar wie ben je en wat is prana en hoe kom je erop? Even drie vragen in een notendop. Oh, nou, als eerste superleuk dat ik deze podcast met jou mag doen. Ik vind het elke keer wel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten die allemaal weer op hun eigen manier hun eigen vragen hebben. Dus dankjewel daarvoor. Ja, hoe ben ik tot Pranic Living gekomen? Even in een notendop, hè, want het is goed, daar kan ik een hele dag over kletsen. Ik ben in Nederland geboren bij hele aardse ouders. Opgegroeid op de Antillen, Bonaire. Na Bonaire terug naar Nederland gekomen, gaan werken, carrière gemaakt. En dan ben ik gaan sporten. En ik ben dan gaan eerst fitnessen, daarna gaan bodybuilden, mijn lichaam opgepompt. En op mijn 35e was mijn leven eigenlijk perfect. In de vorm van enorm groot huis, goed gevulde bankrekening, succesvolle onderneming, een lichaam klaar voor Europese wedstrijden te gaan doen, 130, 135 kilo droog, flink, nou flink, achtelijk groot opgepompt. En mijn leven was perfect, dacht ik in ieder geval. En op mijn 35e kreeg ik out of the blue een verlichtingsmoment, wat heel mijn leven eigenlijk op zijn kop zette. Vanuit het verlichtingsmoment voelde ik, wow, ik leef in een uiterlijke wereld, kledingzaken, supplementen, succes, groot huis en dat soort dingen. En ik voelde heel sterk dat ik naar binnen mocht gaan. Dat heb ik gedaan. Ik heb de afscheid genomen van mijn oude leven. En ik ben werkelijk alleen maar naar binnen gegaan om te voelen: wow, wat gebeurt hier? Wat ben ik? Wie ben ik? Waar ben ik in het leven? Waarom ben ik hier? De magische spirituele reis geweest. En een van de meest interessante dingen daarin was dat ik voelde, min of meer als ziel, dat ik in een lichaam zat wat helemaal niet lekker aanvoelde. Ik merkte een mist in mijn hoofd, ik was niet helder, ik leefde niet in het moment, ik voelde stress en onrust in mijn lichaam. Nou, dat ben ik allemaal gaan onderzoeken. Dus ik ben na mijn bodybuilding met heel veel eten, minder gaan eten, vegetarisch gaan eten, veganistisch gaan eten, minder en minder en minder en minder, tot uiteindelijk fruitarian, dus alleen maar fruit. Liquidarian, alleen maar sappen. En ik voelde me steeds beter. Dus mijn lichaam werd rustiger. Mijn hoofd werd meer helder. De stress in mijn lichaam werd stiller. Mijn darmen werden rustiger. Minder boeren, minder windjes laten. En ga zo maar door. Maar ik bleef gelijktijdig ook heel veel afvallen. En ik merkte dat ik geprobeerd heb, bijvoorbeeld in fruitarian, om meer fruit te gaan eten. Om op gewicht te blijven. Nou, op een gegeven moment zat ik aan 20 bananen op een dag, 10 mango's, 5 papaya's om toch calorieën binnen te krijgen. En toen dacht ik, weet je, nou ben ik zo'n verteermachine, wat ik met bodybuilder natuurlijk ook was, met een hele hoge metabolisme. En dat werkt allemaal precies tegenovergesteld. Hoe meer ik ging eten, hoe meer ik merkte van, wow, mijn lichaam heeft steeds meer nodig om toch op gewicht te blijven. En dit is gewoon niet de weg. En uiteindelijk van mijn 35e tot mijn 49e ben ik hiermee bezig geweest. Om iedere keer meer te voelen van wow, kan ik stabiliseren? Kan ik me zo goed voelen? Met welk dieetvorm dan ook? Nou, dat is me niet gelukt. En uiteindelijk heb ik het opgegeven. En sinds mijn verlichtingsmoment had ik een soort
bronlijntje waar ik eigenlijk altijd antwoord op krijg, behalve op dit stuk. Tot ik al die dieet had doorgelopen en uiteindelijk letterlijk zei van joh, ik geef het op, just show me the way, laat het maar zien, want ik weet dat ik dan op de een of andere manier altijd een signaaltje van buitenaf kreeg. Wat ook gebeurde, daarna kwam er een download. En na de download met allerlei oefeningen en kennis en wijsheid heb ik dat gedaan. Ben ik uiteindelijk gestopt voor 5 maanden met eten en drinken. Stabiliseerde mijn gewicht, werd ik me bewust dat ik me beter voelde dan ik ooit had ervaren. Ja, en daar is mijn prennikpad begonnen. Ja, en het is natuurlijk ook zo dat eten doet natuurlijk heel veel met ons. Het geeft natuurlijk energie en voeding. Maar tegelijkertijd, wat jij zegt, ontstaan ook heel veel ziektes door voeding. Door vooral ook verkeerde voeding. En jij hebt natuurlijk à la bodybuilding-stijl gegeten. Dus kip, rijst en broccoli. Hè, even kort gezegd, hè, zoveel mogelijk eten, zoveel mogelijk calorieën eigenlijk naar binnen duwen. Maar wat ik me dan afvraag, hè, want je zegt van goh, ik viel, natuurlijk ga je afvallen, want je gaat steeds minder eten. Maar is het dan niet zo dat je continu af blijft vallen? Want nou, je ziet gewoon heel gezond uit, zeg maar. Dat vind ik dan heel fascinerend. Dan denk ik van oké, hoe kan het? Want je bent niet broodmager, je eet niet. Maar hoe kan het dan dat je dan toch zo, want je bent toch gezond, neem ik aan, dat je er toch Ja, zo blakend bij zit, dat je zelfs ook klopt. nog gewoon sport? Ja, nee, klopt Vertel. helemaal. Nou, kijk, waar ik achter kwam is dat twee dingen zijn heel belangrijk die het verschil uitmaken tussen eigenlijk een normaal geconditioneerd lichaam, en dat zeg je heel bewust bij, en een nog steeds normaal, maar gedeconditioneerd lichaam. En een van de belangrijkste dingen was dat. Als je naar Emoto kijkt, een Japanse onderzoeker, die heeft van water onderzocht, dat water alles opslaat. Nou, dat heeft hij aangetoond. Dat geeft ook fysieke uitdagingen, dat geeft conditionering. En dat houdt ook in dat alles wat jij geleerd hebt, ervaren hebt, denkt te weten, niet alleen hier zit, maar ook in je water. En zolang er in je water zit, als kennis, als ik minder eet, val ik af. Als ik te weinig drink, droog ik uit. Als ik helemaal niet eet, dan val ik zoveel af dat ik uiteindelijk doodga. Reageert het lichaam, met name vanuit het water, op die kennis. Dus wat ik ervaarde, minder, minder, minder eten, daar zegt het lichaam, je eet te weinig, dus ik ga afvallen. Als je al die kennis uit je water haalt, dus het deconditioneren van je cellen, stopt het lichaam uiteindelijk met afvallen. En dat Ja, was. dus het is mindset dan eigenlijk ook, hè, wat jij daar zegt. Weet je, deconditionering is natuurlijk vooral ook mindset. Want dat is Nee. natuurlijk dat mensen, of zie jij dat als iets anders? Want ik zie het ook in je manier van denken. Ja. Als ik kan mezelf natuurlijk echt conditioneren om mezelf een bepaald verhaal te vertellen. En als ik tegen mezelf zeg van ja, ik ga nou afvallen. En ik zeg dat vaak genoeg, ja, dan ga ik vanzelf wel afvallen. Dat zal niet Ja. iedereen met mij eens zijn overigens, de luisteraars. Maar het is wel, je vertelt jezelf een bepaald verhaal. Is dat dan wat jij bedoelt? Nee, eigenlijk niet. Want aan de ene kant klopt het gedeeltelijk wat je zegt, hè? Ik bepaal mijn gewicht aan de hand van mindset, aan de hand van eigenlijk het aansturen van mijn cellen door te zeggen, ik wil wat aankomen naar 85 kilo en dan kom ik in de maanden daarna kom ik ook wat aan. Maar conditionering is opgenomen kennis terwijl we hier anders kunnen denken. He, je kan naar mijn podcast luisteren en horen: wow, ik kan van energie leven. Dan kan je hem hier ineens voelen. En dan kan je hier denken: oh, dan ga ik stoppen met eten en drinken. Want je herkent qua kennis zoveel van: oké, dat kan ik. Geen probleem. Terwijl het water heel wat anders zegt. Je water bepaalt uiteindelijk van: wow. Ik heb de schijf van 5 nog, melk de witte motor. Je hebt vitamines nodig, het moet bioloog. En ga zo maar door. Terwijl wij hier overtuigd kunnen zijn van dit kan ik gewoon. Ik kan dat op een aantal manieren uitleggen. Als voorbeeld, als jij voelt dat je op van prana kan gaan leven. En je doet mijn retreat of mijn weekend. En je doorloopt het hele proces. En je bent nog steeds deels geconditioneerd dat je bijvoorbeeld vitamines nodig hebt, dan kan je hier merken van oké,
Ik weet dat ik het kan. En toch ga je tekorten ervaren. En dat is gewoon de angst die nog in je water zit voor die tekorten. Of de angst voor te weinig energie. Als ik 100 mensen help, dan zijn er 20 die te weinig energie ervaren, terwijl de rest staat te stuiteren. Of 10 die veel meer afvallen dan de rest. En dat heeft echt met conditionering van het water te maken. Een ander heel goed voorbeeld is iemand met seksueel misbruik. Heel veel mensen die seksueel misbruik hebben ervaren, doen therapieën, EMDR, helende reizen. En toch kan ik zeggen, dat doen ze hier. Klinkt heel oordelend, dat is het niet. Het is meer een constatering. Want waarom zeg ik dat? Na 10 jaar processen en loslaten en vergeven, komen ze in een situatie die voor het lichaam seksueel nog steeds niet veilig voelt. Wat gebeurt daar in dat moment dat stukje aangeraakt wordt, dus de herinnering in het water aangeraakt wordt, verkrampt het lichaam. Terwijl we hier denken, ik heb zoveel losgelaten, maar dat lichaam zegt, wow, dit is niet veilig voor mij. Terwijl we in de mind denken, alles is oké, ik kan alles omarmen, hop, en toch gebeurt dat. Nou, dat is de conditionering. Als je dat eruit haalt, dat verleden, niet door te therapieën, maar werkelijk, hè, wat ik mag delen met mensen, het aanzetten tot leegmaken van je cellen, dan merk je dat dat soort reacties gewoon uit het lichaam verdwijnen. Dus ik heb al in al die jaren gezien dat eigenlijk het hoofd volledig losstaat op reacties ten opzichte van het lichaam. Ja, ik snap inderdaad wat jij bedoelt. En dat is bijvoorbeeld traumaverwerking, wat we nu ook veel doen. Dat is dan eigenlijk wat jij ook doet. Want je doet traumaverwerking in het lichaam, maar dan in het lichaam in plaats van met het hoofd. In plaats van met het hoofd proberen te begrijpen, laten we het lichaam spreken. En dat komt nu steeds meer uit. Lichamelijke klachten komen ook heel vaak voort vanuit opgeslagen trauma's, waar wij met ons mind, met onze gedachten niet meer bij kunnen. Dus misschien gebeurt het toen we 2 of 3 waren, maar ons lichaam vertelt het wel, want die gaat inderdaad verkrampen. Maar omdat we zo slecht contact hebben met het lichaam tegenwoordig, veel mensen, kunnen we die link heel vaak niet leggen. En dat is dus wat jij inderdaad bedoelt, dus op deze manier. En want je hebt het net inderdaad over jouw programma, want daar had ik inderdaad ook nog een vraag over. Is het zo als je gewoon een weekend bij jou komt, dat ik daarna kan stoppen met eten en drinken? Nee. Kijk, er zijn twee dingen key in wat we doen, met name in het weekend. Dat is, als eerste moet je jezelf gaan activeren om het verleden los te laten. Nou, daar hebben we een ademsessie voor. Dan adem je prana in, je maakt verbinding met het lichaam. De tweede deel is dat je de conditionering die in je cellen zit, dus de vibratie in het water, door de prana laat activeren om te gaan loslaten. En het derde deel is letterlijk loslaten. Dus je gaat eigenlijk die cel laten doorstromen met prana. En dat is één. En als tweede doen we dat koppelen aan de fysieke celdeling. Dus wat wij zeggen na de activatie, dus eerst activeer je hem en daarna koppelen we hem, dat als die ene cel deelt in twee nieuwe cellen, dat die deelt vanuit, hè, zoals hier nu bij de meeste mensen wordt gedeeld, oud naar oud, gaat hij nu van oud naar twee stamcellen. En een stamcel is een lege cel in het lichaam, zonder bestemming en zonder conditionering. En wat daar dan Maar dan kan ik dus gebeurt, altijd oud, dan kan ik dus heel oud worden en heel gezond. theoretisch wel, ja, theoretisch Toch wel, ja, als ik maar je stop met laat, eten. ja, nee, 100%. Je laat altijd je totale verleden los in die celdeling. En dat gaan mensen zien in de visualisatie. Daarna pakken ze één van die twee stamcellen, die laat je in het lichaam komen. En je blijft eigenlijk net zo lang zitten tot je voelt van wow, hier gebeurt wat. Ik voel dat hij naar binnen gaat. Ik voel dat hij connect. Ik voel die vibratie door dat lichaam gaan. Want dan ga je van het geloven dat het kan naar het voelen van de ervaring. En de ervaring is het weghalen van de twijfel. Als je het voelt, merk je wow, hier gebeurt echt wat. Terwijl je het eigenlijk zoals jij er nu bij zit, geloof je dat het kan. Maar geloof gaat altijd alle kanten op. Daar zit altijd een vorm van twijfel. Kan ik het wel? Lukt het wel? Hoe werkt het dan? Terwijl als je het voelt, zijn mensen die zeggen, wow, oké, hier gebeurt echt wat. Dus het is het aanzetten van die cellen, of het loslaten, koppelen aan je celdeling. En het mooie daarvan is dat je daarna er niet meer over hoeft na te denken. Want je activeert het lichaam om te gaan loslaten. Dat duurt minimaal 1 jaar.
minimaal 12 maanden, om elke Wauw. cel in het lichaam één keer los te laten regenereren en los te laten. Anders zou het ook te heftig zijn. Als ik nu zou zeggen, hocus pocus, Pilatus, pas helemaal alles loslaten, dan ontploft letterlijk het lichaam qua emoties, qua verleden, qua positieve herinneringen. Dan kom je eigenlijk in een rollercoaster wat het fysieke lichaam gewoon niet aan kan. Maar dat is dus een jaar traject waar je mee bezig bent, onder begeleiding, of krijg je huiswerk mee, of hoe gaat dat dan? Nou, in het weekend krijg je zeg 2 weken huiswerk mee, want in het weekend activeren we. En in die 2 weken veranker je die activatie. Dus die ga je zelf nog minimaal 7 keer doorlopen om te voelen van oké, ik voel hem, ik voel hem, ik voel hem. Na 7 dagen ben je klaar. Hè? En ik volg ook alleen maar wat ik hoor en wat ik door heb gekregen. En als bron tegen mij zegt 7 dagen of 7 keer in 14 dagen is genoeg, dan weet ik daarna klopt het ook. Daarna gaat het lichaam werkelijk transformeren en loslaten. En na een jaar kan werkelijk iedereen van prana leven. Dat houdt niet in dat je je eten onder controle hebt. De training die je meekrijgt is eten onder controle krijgen, niet leven van prana. Leven van prana is een feit. Dat kan iedereen. Na 3 maanden kan je eigenlijk al heel sterk minderen. En na tussen 3 maanden en een jaar kan je letterlijk gewoon stoppen. Maar eten is onze grootste verslaving. En een junk, hè, wat we allemaal zijn qua eten, zal er altijd tegen vechten om, en met name de mind, om zijn verslaving toch in stand te houden. En dat is het meest ingewikkelde in dit proces. En is het dan, is het, want jij zegt van goh, dat kan iedereen. Want zoals ik jou nou hoor, was jij niet altijd met spiritualiteit bezig. Maar ik kan me voorstellen dat het verhaal wat jij nou vertelt, dat voor veel mensen een beetje hocus pocus is. Die denken, ja, dat is toch een beetje ver van mijn bedshow. Is het echt voor iedereen dat je dan een bepaald gevoel hebt, ook al ben je niet spiritueel of weet je, dat snap je daar helemaal niks van, dat je het wel op een bepaald moment kan voelen, zeg maar. Dat je dan denkt, oh, weet je, dit is eigenlijk wel iets voor mij. Is het voor iedereen geschikt? Ja, het is voor iedereen geschikt, absoluut. Ik moet wel zeggen, het fijnst vind ik, en dat is ongeveer 95% van de mensen die komen, mensen waar de boodschap die ik mag delen, dus als pranic living, alternatief healen van het lichaam, vrijheid, conditionering, noem het maar op, traumaverwerking, dat ze ergens voelen van wow, ik kan daar in dat proces iets ontvangen, in welke vorm dan ook, want je weet eigenlijk nooit waarom je komt. Dus bij mij is werkelijk iedereen welkom die voelt in een podcast of een YouTube of iets lezen van wow, dit raakt iets in mij. En daarmee zeg ik eigenlijk dat als je dat voelt, dat gewoon jouw tijd is om in dit proces iets te ontvangen. En je weet nooit waarvoor je komt namelijk. Nee, en het kan dus ook zijn dat mensen met eetproblemen of die problemen met afvallen aankomen, nou ja, wat dan ook, dat die bijvoorbeeld ook jouw programma gaan doen, zonder dat ze ook echt volgens prana gaan leven. Maar juist wat jij zegt, dat ze het eten onder controle kunnen krijgen, omdat ze op celniveau. Heel even een voorbeeld. Ik weet dat sommige mensen niet af kunnen vallen, hè? Zoals ze dat zeggen, ik kan niet afvallen. Maar dat het heel vaak op lichaamsniveau zit daar heel veel trauma onder. Maar ga daar maar eens mee aan de slag. Ik ben natuurlijk personal trainer. Ik begeleid mensen daarin, maar ik kan alleen maar aanraken. Het enige wat ik kan doen is aanraken dat er wel eens trauma kan zitten op het moment als het niet lukt. Dat is natuurlijk ook wat jij doet, want jij gaat natuurlijk met zo'n trauma aan de slag op lichaamsniveau. Dus op het moment als dat eruit is, dan krijgen ze ook meer controle over hun gezondheid en over hun gewicht. Klopt. De, Ja, toch? Dat klopt. is dan denk ik toch. Dus je kunt gewoon nog blijven eten eigenlijk. Dus, maar je kunt wel, je weet dat je ook kunt stoppen met eten. Maar je kunt er ook voor kiezen van nee, ik blijf gewoon eten, maar ik heb het nu onder controle. Ja, klopt helemaal. Kijk, wat ik zie in dit soort processen is dat we in traumawerk vaak niet verder komen dan 10%. En dat is de puntje van de ijsberg die boven water zit. Daaronder zit een heleboel, noem het even, trauma-gerelateerde gedachtes, die we niet altijd als negatief ervaren, maar wel als negatief is opgeslagen. En dat zijn over het algemeen net zoveel trauma's als bladeren aan een boom. Nou, als je dat allemaal wil opruimen,
dan moet je daadwerkelijk 10 levens doorlopen, waar we ook elke dag weer nieuwe dingen opslaan om het te verwerken. En het mooie met dit proces is, we onderzoeken niks meer en we gaan gewoon, zeg, die plug uit die emmer trekken. En het komt er gewoon vanzelf uit in de loop van dat jaar. Er zijn echt mensen die met 20, 30 kilo overgewicht hieraan begonnen, jaren minder eten, jaren van alles geprobeerd, pilletjes, poedertjes, andere dieetvormen. En die pas na een jaar begonnen af te vallen. Dus een jaar mijn training doorlopen, pranadagen, anders eten, doorgaan en toch zeggen: ik val niet af. En het enige wat ik kan zeggen: laat het gewoon maar voorbij komen. Kijk maar wat er gebeurt. En pas na een jaar waren werkelijk al die redenen waarom ze aten uit die cellen verdwenen. En daar merkten ze van: hé, nu begin ik ineens af te vallen. Begrijp je? Dus die beschermingslaag die we hebben, kunnen hebben. Voor al die trauma-gerelateerde gevoelens, die mag verdwijnen op het moment dat die trauma's volledig uit het lichaam of meer en meer uit het lichaam komen. En dan voelt het ook veiliger voor het lichaam, om ook kwetsbaarder te zijn, om niet meer die beschermlaag te hebben, om meer te gaan voelen, meer naar binnen te gaan. En dat is ook weer zo'n bewijs tussen wat gebeurt er hier en wat gebeurt er hier, hè? Je kan hier heel veel doen. En toch daar niet komen. Nee, en we zitten natuurlijk vooral hier, want mensen die af willen vallen, die gaan ook knutselen met eten. En ze gaan het vanuit hun hoofd doen, zeg maar. Dus wat jij zegt, dat is natuurlijk wel heel bijzonder, vind ik. Dat mensen daarmee al veel gezonder kunnen worden, maar ook eigenlijk allemaal af kunnen vallen. Dus ik ben ervan overtuigd, iedereen kan afvallen. Maar als je vol zit met trauma's, kan het inderdaad moeilijk zijn. En het grote voordeel is, bij je hoef je niet te praten. Want jij doet lichaamswerk. Dus er gebeurt van alles. Dat heb ik natuurlijk. Hè, weet je, ik ben ook al jarenlang met veel lichaamswerk bezig. Ik heb ook al de nodige trauma's opgelost. Maar niet door te praten. Of misschien mede door praten als ik de behoefte voelde. Maar vooral door lichaamswerk. En dan voel je zo licht daarna. Dat je voelt dat er iets weg is. Maar je hebt geen idee wat. Klopt. Want Klopt dus helemaal. soms ga ik ook door. Ik ga wel eens door bepaalde fases heen. Dan, omdat ik nog iedere dag mijn werk doe en dan begint mijn lijf pijn te doen, dan voel ik, dan weet ik van, oh, er moet iets los. Ik weet niet wat, maar na 2 dagen, 3 dagen, of soms een week, 2 weken, en daarna denk ik, dan is de pijn weg. En dan heb ik iets losgelaten, maar wat? Hey, geen idee, maar dat is ook niet belangrijk, toch? Dat is ook wat jij meegeeft. Klopt, absoluut. Ja, helemaal. Ja, weet je, het klopt helemaal wat je zegt. En het enige waar ik regelmatig tegenaan heb gelopen toen ik therapeut was in het verleden, daarom doe ik geen individuele therapie meer op één trauma's, dat mensen ook keien zijn om het trauma in stand te houden. Ja, Mensen kunnen zo dat blijven hangen klopt. aan die woede naar die persoon, naar het verleden, een scheiding of misbruik of geweld. En dat loepje is verrekte moeilijk te doorbreken. Terwijl ik merk, als je dit doet, is er geen controle meer. Want je activeert dat lichaam, je drukt de knop in. Wow, en nu gaan we gewoon drainen, hè? Die kraan die staat open en plop, het stroomt eruit. En je hoeft en je kan eigenlijk niet meer vasthouden aan datgene wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. Want het mooie is dat, zeg, elke gedachte, maar dat is mijn overtuiging, hè, elke gedachte begint bij een trigger. Positief en negatief. En voor mij is elke trigger een trauma, ook positief, want het houdt je in de controle van de gewoonte. Alles wat we doen, ook de mooie dingen, zijn herinnering gerelateerd. We zijn geformateerd aan de hand van wat we in het verleden hebben meegemaakt. Dus we hebben de trigger, daarna zit er een emotie op. Dat kan negatief zijn of positief. Een lekker geurtje in met eten. Oh, lekker. En dan willen we uiteindelijk, zegt de mind, van, oh, nou, dat wil ik zo ook wel gaan maken. En we gaan iets halen en we gaan iets eten. Dus dat loopje begint altijd hier. Dus het loslaten van dat verleden is zo verrekte moeilijk. Want jouw hele water is geconditioneerd met A, de herinnering, en B, de emotie die daarop zit. En om die te doorbreken, ja, dat is best verrekte ingewikkeld. En zelfs met EMDR merk ik dat de emotie die hier zit minder losgelaten wordt dan de emotie die we hier kunnen hebben. We kunnen ook emoties in ons brein hebben, en dan denken we
Nog steeds dat we er boos om zijn. En uiteindelijk zit je in het loopje dat je het dan ook hier gaat ervaren. Want dan activeer je het weer. Terwijl heel veel EMDR-achtige praktijken vaak hier gebeurt. Terwijl dat lichaam nog steeds niet veilig voelt of niet prettig voelt. Of, weet je, en dat is het mooie met deze methodiek. We activeren hem, we zetten hem aan en laat het dan maar gebeuren. Het is eigenlijk een hele bijzondere methode, een unieke methode, omdat er eigenlijk geen controle meer is. Je kan niet meer terug naar het stoppen of het vasthouden aan die oude pijn of oude herinnering. Wat is voor jou dan het verschil tussen, want jij hebt het allemaal al gedaan. Dus jij bent, nou ja, verlicht ben je nooit, want dan ga je dood. Maar wat is voor jou het verschil met toen jij eerst leefde en hoe dat jij nu leefde? Het verschil in jou, in de mensen die om je heen hebt, je werk, dat wat op je pad komt. Wat is voor jou het grootste verschil? Nou, als eerste, als ik dan even naar het lichaam kijk, het lichaam voelt heel anders aan. Kijk, als je kijkt wat eten in het lichaam doet, heel simpel, alles wat erin gaat, geeft stress. En waarom zeg ik dat? Je hartslag gaat omhoog, je bloeddruk gaat wat omhoog. En je merkt eigenlijk dat hier altijd een soort verhoogde staat van paraatheid is. Die wegvalt als je het eten eruit haalt. Dus je komt in een innerlijke stilte waar je eigenlijk vanaf de geboorte niet meer geweest bent. Op het moment dat je geboren wordt, gaat er een fles in, een tepel in. Daar gaat dat lichaam op reageren. En de rest van je leven gaat dat door. Terwijl als je het eten eruit haalt en je doet dat minimaal, inclusief het drinken, voor 5 dagen, dan unwind dat lichaam van al die reacties. En dan kom je in een stilte, daar was ik echt nog nooit geweest. En ik was een kei in mediteren, de stilte ingaan, kon ik uren zijn. En ik dacht dat ik stil en rustig was, tot ik het eten eruit haalde. Wow, en ik ging gewoon naar 10.0. Zo. En het werd mega stil van binnen. Dat was het eerste wat ik ervaarde. Tweede was dat de effecten van eten in het brein. Dus een soort mist die er altijd is. Ook al eet je zo gezond of super licht. Je hebt altijd een soort van mist. Een soort verkramping in je kaaklijn. In je hals zit altijd verkramping. Een soort band om je hoofd. Die ik ervaarde. Dat ik dacht, wow, dat is heel raar. Dat brein dat ontspande ineens. Dat ik dacht, van, het lijkt wel of ik gewoon meer ruimte in mijn hersenpan krijg. He, dat was iets wat ik heel sterk ervaarde. Mijn darmen werden super rustig. Mijn energie ging heel erg omhoog. Ik heb energie of superveel energie. Ik ben nooit moe. Mijn Maar je slapen. slaapt ook bijna niet, hè? Je slaapt bijna Nee, niet. klopt. Mijn slapen Maar ging met de dag werd dat minder. En op dit moment lig ik bijvoorbeeld 2 tot 3 uur op bed te rusten. Maar ik slaap niet. Ik ben niet weg. Ik ben 1 uur, 2 uur in de week maximaal. Dat ik merk van wow, nu ben ik even echt weg geweest. En dan kom ik weer terug. En dan ben ik eigenlijk weer voor een week klaar om volledig aan te staan. Ik heb ook geen je moet toch dromen ook. meer. Je moet ook alles verwerken, alle prikkels verwerken. Je hebt ook gewoon je werk en je hebt je weekenden. Dus je hebt ook mensen om je heen van alles. Jullie energie komen allemaal binnen. Dat heb jij met je brein toch ook te verwerken. Nou nee, Kijk, voor mij. dat je niet meer naar de wc hoeft en zo, dat is denk ik wel Ja. handig. En ik niet hoeft te plassen. Het scheelt allemaal een hoop gedoe als je gaat winkelen Ja, of naar werk naartoe gaat. zeker. Maar jouw hoofd loopt ook vol met alle indrukken, alle prikkels van mensen om je heen. Ja, dat zou je zeggen. Dat dacht ik vroeger ook. En ik merk nu dat zelfs dat soort gedachten conditionering zijn. Alles waar je in gelooft, is datgene waar het lichaam op reageert. Ik geloof ook niet meer Oké. dat als voorbeeld is 1 en 1 wel 2. Want we hebben 1 aangenomen als een soort van waarde. En dan 2 keer die waarde wordt een andere waarde. Waarom is een sinaasappel en een banaan geen appel? Weet je, het is allemaal een beperking, het is allemaal een box. Terwijl als je de box eigenlijk opengooit, ga je merken dat alles mogelijk is. Ik geloof nergens meer in. Alles in de medische wereld, alles wat we denken te weten van het lichaam, is een soort kennis die we ook in het water stoppen, waarvanuit het lichaam reageert. Als je het weghaalt. En je opent gewoon in de ruimte die daar ontstaat, merk je, wow, niks is meer waar. Ik geloof echt nergens meer in. Als Nee, ik dat kan zou wel mooi leven. zijn, dat je meer open kan zijn inderdaad. Ja, oké, ik Ja, snap kijk, wat je bedoelt.
Dat is ook wat er Ja. gebeurt uiteindelijk, hè? Ja. Als ik kan leven van energie, dan is alles met betrekking tot voeding niet waar. Nee, want inderdaad, Mits. en nou, dat vind ik wel een mooie insteek inderdaad naar wat je zegt, dan is alles wat we weten over voeding niet waar. Je hebt ook je vitamines nodig. Jouw cellen moeten toch, jouw hersenen hebben toch. Ik ben van de omega-3. Maar ja, oké, dat is een conditionering. Mijn hersenen hebben DHA nodig. Maar dat is natuurlijk ook uit onderzoeken. We hebben toch vitamines, mineralen nodig. Ik heb eiwitten nodig. Want ik wil, weet je, ik wil toch graag mijn spieren een beetje goed houden, zeg maar. Dat is toch. Ja, nou ja, goed. Nou hoor ik mezelf praten. En dan denk ik, oké, Marion, dat is ook allemaal conditionering. Ja. Maar dit is natuurlijk wel hoe het is. Want weet je niet, ik denk van ja, maar hey. Sorry, Benno, maar ik heb toch ook eten nodig met mijn vitamines en mijn mineralen en mijn vezels. En mijn darmen moeten lekker werken en mijn hoofd moet lekker kunnen werken. Toch? Nee, dat zou je denken. Kijk, ik heb er ook achter, nou eigenlijk 50 jaar in geloofd. En 50 jaar, hè, vanuit bodybuilden. Ik heb al mijn vitamines en mineralen en noem het allemaal maar op nodig om te kunnen groeien. En dat is gedeeltelijk ook waar, uiteraard. Aan de andere kant, wie weet nou beter wat jouw lichaam nodig heeft dan de bron? En voor mij is prana is de bron, is bronenergie, is universele wijsheid, is daar zit alles in. En als ik dus zeg, ik vertrouw volledig vanuit overgave. Op wat de bron mij kan geven, in zijn totale perfectie, kan ik vanuit die overgave alles loslaten. Mijn lichaam voelt voor mij het meest fijne aan ten opzichte van de laatste 55 jaar. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als dat ik nu voel in dit lichaam. Al mijn pijntjes zijn verdwenen, mijn energie is superhoog, er is een interne rust. Terwijl ik altijd hyperactief kan zijn. Ja, ik leef in een flow van overgave op signaal. Ik probeer niet te creëren. Hè. Voor mij staat die creatie er al. Dus ik bewandel per dag mijn pad. Ik kijk naar de signalen. Ik reageer op signalen. En ik rol op een hele organische manier door het leven. Ik heb geen angsten meer dat dingen komen, dingen gaan, losgelaten moeten worden. Alles is perfect zoals het is. En dat is Oh, ook de. heerlijk klinkt dit. En dat is ook de overgave naar Pranic Living. Naar, weet je, de mantra van Pranic Living is: ik ben bron en ik voed het lichaam in zijn totale perfectie. Daarmee zeg je eigenlijk dat hè, ik ben niet het lichaam, ik ben de energie die hier doorheen stroomt, die met deze tempel verbonden is. En vanuit mijn zielenstuk, vanuit die verbinding met die cellen, stop ik in die cellen precies dat wat het lichaam nodig heeft. En daarmee laat ik ook alles los waarvan we denken dat we het nodig hebben. Dus vitamines, mineralen, eiwitten, omega. Weet je, mijn brein is superhelder. Ik heb geen omega nodig om helder te zijn. Alles wat wij denken te ervaren, is wat we in de medische wereld ook doen, een labmiddel aan het einde van de reactie op voeding. Als je alles weghaalt, ga je eigenlijk terug naar je blueprint, naar je meest originele staat van zijn. En door alles wat we denken te weten, merken we, oh, we kunnen helderder zijn in ons brein. We kunnen meer energie hebben, dus doen we nog een pilletje bij. Terwijl ik zeg, als je het eten eruit haalt, gaat je energie door het dak. Dus waarom, hè, wat we in de medische wereld ook zien, we hebben een trauma, we hebben allerlei conditioneringen waarom we ziek kunnen worden. Dan worden we ziek en dan gaan we hier repareren. Terwijl ik zeg, als je teruggaat naar het begin, daar kan je repareren. Ja, En daar ben ik het ook zeer zeker eens. niet Ja. aan de achterkant. En dat is wat we doen met Pranic Living. We gaan met alles terug naar het begin. En daar ga je eigenlijk naar hoe jij geboren bent, de blueprint en de default staat van zijn. En we halen alle programma's eruit die er draaien. Het brein kan weer opnieuw resetten vanuit een schone fundering. En vanaf daar kan je zeggen: oké, okay, en wat nu? Hoe wil ik mijn leven inrichten? Al die oude pijnen, die oude trauma's, die zijn gewoon weg. Dus er is geen reden meer om bang te zijn. Dat brein kan opnieuw de gordijnen open doen en zeggen: wow, een nieuwe dag. Wat ga ik doen? Ik ga mijn oude leven loslaten. En ik ga opnieuw in het leven staan. Past mijn werk nog wel? Past mijn relatie nog wel? Past mijn huis nog wel? Past mijn land nog wel? En ga zo maar door. En dat is ook wat er Ja. gebeurt in dit proces.
Ja, en ik wou net zeggen, dat is juist een proces. Dat is natuurlijk een heel proces. Dat heb je niet zomaar even gedaan. Dus je kunt ook niet zomaar zeggen van, oh, vind ik wel interessant, ik stop nu met eten en drinken, want dan ga je dood. Dat is letterlijk levensgevaarlijk. Waarom? Ja, Omdat hè? de conditionering gewoon nog in het lichaam zit. Ik zie het bij heel veel groepen mensen die roepen: ik leef van prana, die zelf een proces gedaan hebben, maar die kunnen een week zonder, dan vallen ze 10 kilo af. Dan doen ze een paar weken eten of bijeten en dan gaan ze weer een week op prana. Eigenlijk is het vaste wat ze doen, omdat de conditionering in het lichaam nog steeds bepaalt dat ze te weinig eten en afvallen. En je kan, zoals jij ook weet, als je minder gaat eten, wat ook een onderdeel is van mijn training, je metabolisme omlaag brengen, waardoor je minder nodig hebt, waardoor je minder afvalt, maar uiteindelijk blijf je altijd afvallen. En in dit proces merk je van, de training komt voorbij, je gaat anders eten, je metabolisme gaat omlaag, je gaat pranadagen doen, je gaat minder eten, uiteindelijk kan je stoppen met eten, dat het afvallen minder en minder en minder wordt en uiteindelijk ook helemaal stopt. Ik ben het eerste jaar ongeveer 73 kilo gestopt. Dat was een soort van mijn prennik basisgewicht. Wat mij nog nooit gelukt was daarvoor. Daarvoor zakte ik altijd naar de 65, 68 kilo. Echt veel te licht voor mijn 1,93 postuur. Dat ik dacht, Zo. oké, nu moet ik echt wel weer gaan eten. Want ik ben broodmager. Terwijl met 73 stabiliseerde ik, werd ik niet magerder. Is dat Nederlands? Ik werd niet slanker. En het mooie was dat alles werkte. Mijn energie was er, mijn kracht was er. Ik kon sporten, ik kon hardlopen. Zoals ik nog nooit hard gelopen had. Ik dacht, wow, het lijkt wel alsof ik zweef. Het was een Je krijgt hele ook andere. dorst. Je krijgt Nee, ook dorst van nee. hardlopen en van sporten. En Nee hoor, ik bedoel, nee. dat je kunt sporten zonder eten, dat doe ik ook. Ik sport nuchter. Dus daar weet ik, dat kan gewoon. Je hoeft echt niet te eten om te sporten. Maar dorst, dat vind ik altijd wel een ding, zeg maar. Ik vind het toch regelmatig even een slokje met hardlopen helemaal. Ja, maar dorst is een programmering in het lichaam. Het is namelijk nooit een droge tong. Het is het lichaam wat aangeeft, ik raak wat vocht kwijt. Die geeft het seintje naar boven van, als ik dit ervaar, moet er water in. Want als je je tong uitsteekt en je voelt, zal je merken dat je nooit een droge tong hebt. Dus het is een programmering die ook weer in die cellen zit. En ook in je DNA zit trouwens, waar we ook mee werken. En dat gaat van geleidelijk, gaat dat uit je lichaam. Dus na een maand of twee merk je kan gewoon 5 dagen prana doen zonder een droge mond te hebben. Eigenlijk Maar je ook moet het toch water bewijs. hebben? Nee Je moet hoor. toch water hebben? We hebben toch water nodig? We kunnen er lang zonder eten, we kunnen toch niet zonder vocht? Oh ja, zeker. Ik eet en drink eigenlijk al 5 jaar niet. Ah, kijk, Ja. als prana je alles geeft tot in totale perfectie, waarom geen vocht? Ja, goede vraag. Ja. Maar wat is dan de bron? Wat vat jij samen onder de bron? Voor Wat mensen die is voor denken, ja, mij, de bron. eigenlijk is het voor mij heel simpel. Bron is eigenlijk gewoon universele energie waar we altijd mee verbonden zijn. En in die universele energie, hè, je kan het bron noemen, je kan het God noemen, je kan het waarheid noemen, je kan het chi noemen, Boeddha, Allah, noem het op. Kijk, uiteindelijk is het alleen maar vrije energie met een hogere wijsheid. Hè, we zijn hier vanuit die wijsheid om het leven te ervaren, hè, anders blijven we in een gedachten zitten, hoe is het om een kind te krijgen of een bodybuilder te zijn of een wereldreis te maken? Daar kunnen we van alles van denken hoe het is, maar je weet het pas als je het doet, als je het ervaren hebt. Voor mij zijn we daarom hier op aarde om het leven elke seconde van de dag te ervaren. En ja, als je dan teruggaat vanuit de fysieke ervaring naar eigenlijk bron, dus de universele energie die overal stroomt, die overal mee verbonden is. Dan is dat voor mij de basisvoeding die we kunnen gebruiken om batterijen te vullen, licht te laten schijnen, een lichaam te voeden tot in zijn totale perfectie en ga zo maar door. Tesla die zei het toen ook al, als we in kunnen pluggen op de universele energie en daarvanuit een lichtbol kunnen laten branden, ja, dan redden we de aarde, dan zijn we eigenlijk zo'n enorme stap verder. Nou ja, hier zit die lichtbol, want zo voel ik me. Ik ben ergens ingeplucht met die stekker op die prana. Ik heb de contactdoos gevonden en dat voedt mijn lichaam. Ik sta altijd aan. Is dit voor iedereen haalbaar? Ook als je heel sceptisch bent of
als je heel down to earth bent en denkt van ja, ik heb niet zoveel met de levensenergie, ik geloof het wel. Is dit jouw staat van zijn? Want wat jij mij nou vertelt, dat is echt wel heel bijzonder. Weet je, dan denk je, joh, dat wil toch eigenlijk iedereen? Maar is het echt voor iedereen haalbaar? Al jouw deelnemers komen daar. Ja, laat ik het zo zeggen. Het is voor iedereen haalbaar. En ik zal je zo een paar voorbeelden laten horen waarom ik dat kan zeggen. Het leven van prana, dus het voeden van het lichaam met energie, is voor iedereen haalbaar. Het loslaten van eten, nogmaals, is het meest moeilijke. We zitten zo, kijk, heel simpel. Voor mij is eten onze grootste verslaving. En waarom zeg ik dat? Alles wat je eet, heb je zelf geselecteerd als lekker. Want wat je niet lekker vindt, eet je niet. En alles wat we lekker vinden, geeft ons een up. De gedachten 's morgens uit bed komen. Wat ga ik vandaag maken? Oh, ik heb zo lekker mijn ontbijtje, mijn kopje koffie. Wat eigenlijk helemaal niet lekker is, maar we doen het toch. En daarna ga ik naar de supermarkt. Dan ga ik mijn karretje vullen. Up, 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 up. Dan komen we bij de kassa afrekenen 100 euro. Dan hebben we een down. Oh, daar heb ik lang voor moeten werken, want zo werkt het allemaal. Weet je, en zo gaan we van up naar up naar up naar up. Daar zijn we zo aan verslaafd dat als je die ups weghaalt, dus je stopt een week met eten, dat je bijna in een depressie zit. Aan de ene kant voel je de ruimte en de stilte, maar je voelt ook de beerput die hier zit. Wow. De leegte, de verveling, het gemis van het sociale, want dat moet allemaal zo zijn in bepaalde format. Daar ga je tegenaan lopen. En de training is echt een afkikprogramma. Je moet je eten onder controle krijgen. Dus je krijgt van mij een dieet mee. In een bepaalde vorm. En daar mag je mee vallen en opstaan. Je mag 100 keer falen. Maar ergens kom je tot het onder controle krijgen van eten. Want als je dat niet hebt, kan je ook niet een dag stoppen. Sterker, sommigen kunnen wel een dag, een week of een maand stoppen. Tot ze weer gaan eten. En dan zitten ze weer in de verslaving. Net zoals iemand die op een gegeven moment radicaal stopt met roken. Zeg, wow, nu ben ik er klaar mee. Ergens na een half jaar in de kroeg zegt, joh, geef een sigaretje. En hij is weer verslaafd. Hij stapt zo weer terug. Nou, dat heb ik in de jaren weten te fine-tunen naar een training waarin mensen gaan ervaren. Ik krijg mijn eten onder controle. Mijn metabolisme gaat langzaam omlaag. Ik ga voelen en ervaren wat eten in het lichaam doet na mijn prana-periode. Dus als je een paar dagen leeg bent en je gaat dan weer eten, merk je, wow, die stress komt weer terug. Ik voel die kramp weer. En dat is binnen een paar minuten. Voel je het gelijk de reactie in het lichaam. En pas dan kan je gaan zeggen van, wow, is dit wel zo lekker? Vind ik dit wel zo fijn? Dan kan je het op de weegschaal gaan leggen, want al die negatieve reacties en die ene up die het geeft. En wat is nou waardevoller? Ja, ik snap inderdaad wat jij bedoelt. Ik kan dat ook hebben met eten. Zeker als ik net iets te veel suikers eet, of een stukje chocolade of wat dan ook. Ja, dan is meteen, ik krijg het warm, hartslag gaat omhoog. En ik heb wel last van opvliegers. Ik krijg in één keer veel meer last van opvliegers. Terwijl als ik heel de ochtend niet eet, als ik niet sport, dan eet ik ongeveer 1 uur of 16 eet ik niet. Dan ben ik veel rustiger. Mijn lichaam is rustiger. Mijn ademhaling is rustig. Ik heb minder opvliegers. Mijn hartslag is gewoon rustiger. Dus ik herken inderdaad wel wat jij zegt, ja. En ik herken inderdaad ook op momenten als ik met mezelf afspreek, nou, ik een hele dag niet. Die momenten waarop je normaal gesproken eet, dan zullen meer mensen misschien herkennen die vaste. Dat zijn van die moeilijke momenten, want je wil hier normaal gesproken ga je eten. En dan in één keer kun je in een soort ja, down gevoel zakken. Dus eigenlijk is het inderdaad wel zo. Ik bezit nou, in één keer schiet me ook iets te binnen, moet je zien hoeveel geld dat jij uitspaart. En Oh, tijd. dat is bizar. Met z'n tweeën, Dat is bizar, ja. met Jij z'n bent z'n tweeën, tweeën jouw vriendin, ja. bespaarden wij 1500 euro. En dan moet ik daar wel bij zeggen. Wij zaten toen heel veel aan de superfoods en de supplementen. En regelmatig 2, 3 keer aan de week uit eten. Een lunchje, een dinertje met vrienden. En als je dat allemaal optelt, plus een kopje koffie buiten de deur, een wijntje buiten de deur, noem het maar op. Ja, dan gaven wij zoveel geld uit dat ik werkelijk na 2 maanden merkte: wow, ik hou zoveel geld over. Dat is gewoon bizar. Ook de deo's heb je minder nodig. Haarwas heb je minder nodig. Dus in de totaliteit, ja, was gewoon bizar wat wij bespaarden.
En wat ga je dan met het geld wat je doet bespaart? Want je weet je, want veel leuke dingen hangen aan eten samen en aan drinken samen. Ja. Of aan ergens heen gaan, inderdaad, douchen of spulletjes kopen of wat dan ook. Ik denk dat jullie heel erg de basic zijn. Dus dat jullie niet die badkamer vol met chemische spullen hebben staan, denk ik. Nee. Maar wat ga je dan? Want op een gegeven moment bespaar je eigenlijk geld. Steek je dat dan meer in kleding of in andere dingen of aan andere mensen? Of ga je leuke dingen doen? Nou, Zonder eten. als eerste adviseer ik mensen, kijk, als je uit de loopjes wil stappen van het leven, maak dan de keuze dat als je minder nodig hebt, jezelf ook meer vrijheid te geven. Dus ik ben als eerste minder gaan werken. Ik Oh denk, ja, weet je, tuurlijk. daar ben ik als eerste mee begonnen. Downgraden naar 2, 3 dagen in de week. Want dan kon ik makkelijk Ja. ja, datgene wat ik nodig had, toen nog nodig had, ja, eigenlijk verdienen en daardoor veel meer ruimte voor mezelf creëren. En dat doen heel veel mensen. Kijk, alle loopjes waarin we leven, een groot huis, gas, licht en water, doordat we een groot huis hebben, een grote auto. Allerlei activiteiten die we doen buiten de deur. Je zei het net al, kleding kopen. Het vervult allemaal een soort leegte. Als die leegte er niet meer is, omdat je leeft van prana en je merkt van wow, al die oude patronen waarvanuit ik leefde stromen weg, kan je eigenlijk je leven opnieuw gaan inrichten. Dus wat heel veel mensen doen, we verkopen alles, we gaan als eerste kleiner wonen. Waardoor we minder geld uitgeven, minder energie nodig hebben. Ik neem een kleinere auto. Of sommigen zijn zelfs gewoon gaan fietsen en zeggen, joh, ik doe het op een andere manier. Mensen downgraden heel snel, hebben minder nodig. Kiezen voor vrije werk, gaan meer thuiswerken, gaan meer zelfstandig werken. Daar is, omdat ze geconnect zijn met die bronflow, of die bronenergie, ook meer bronflow, meer creatie, meer werken vanuit jouw innerlijke wijsheid in plaats vanuit aangeleerde formatten. Ik ben journeytherapeut, dus zo moet het. Nee, je laat het ontstaan vanuit die flow. Er komt een hele andere dynamiek. En dan merk je ook dat het allemaal veel organischer wordt. Dus dat is een hele andere manier van leven eigenlijk. En dat doen heel veel mensen die dit proces gedaan hebben. En als jij, want je hebt natuurlijk familie en je hebt vrienden. En daar zijn allerlei sociale gelegenheden. Je gaat uit eten, je hebt een verjaardagsfeestje. Je komt overal, want jullie doen dat natuurlijk ook. Is jouw vriendin trouwens ook volledig prana of minder? Ja, Ook nee, volledig. wij leven echt compleet hetzelfde pad. Los van het feit dat zij nog wel een dochter heeft, die, ja, waar ze regelmatig mee is. En met de dochter, die heeft zich na 5 jaar aangepast, dus die weet, oké, mama eet niet. Maar haar moeder bijvoorbeeld, waar ze 1 keer in de 2, 3 weken bij is, die vindt het heel moeilijk om zelf wel te eten als zij niet meedoet. Dus als ze met bij de moeder is, en dat is rond lunchtijd of dinertijd of ze gaan een keer een hapje eten. Dan pakt ze bijvoorbeeld een voorafje of een soepje. Waar ze meer mee aan het kliederen is. Om de moeder tevreden te stellen. Dan dat ze heel veel tot zich neemt. Dus het is ja, eigenlijk een soort compensatie voor haar moeder. Waar zij dan voor kiest dan voor zich, om zichzelf te voeden. En hoe doen jullie dat dan op feestjes, uit eten met vrienden, allerlei sociale gelegenheden? 9 van de 10 keer met eten en drinken gepaard. Ja, nou ik moet zeggen, ik doe alles mee. Behalve eten en drinken. Dus ik zit 2 keer in de week op een terrasje, maar ik eet en drink niet. En regelmatig, want wij vinden het ook wel heel gezellig om onder de mensen te zijn, in plaats van thuis te zitten te werken. Dus wij nemen onze laptop mee. We gaan naar een Van der Valk, daar gaan we lekker, ik noem maar eventjes wat, hè. Daar gaan we lekker in de bar zitten. We bestellen 2 kopjes koffie, alleen we laten ze niet bezorgen. Want ik wil wel de stoel betalen, want die ondernemer moet ook wat verdienen. En bij Van der Valk weten ze inmiddels wie we zijn en zegt, joh, als je wat nodig hebt, horen we het wel. En wij zeggen altijd, als het restaurant vol loopt, dan vertrekken we weer. Dus, maar bij de meesten waar ik merk van, oké, ze vinden het vervelend dat we er zitten, dan bestellen we wat. En dan zeggen we meestal, joh, je hebt een tientje, je hoeft er niks voor te brengen, maar zet hem op de rekening. En dan betalen we gewoon voor onze plek die we innemen. Heb ik helemaal geen moeite voor, want ik ben ook ondernemer. En ik weet dat, ja, als mensen alleen maar mijn kledingzaak in en uitliepen zonder wat te kopen, dat ik ook niks verdiende. Dus ik gun iedereen zijn omzet, iedereen zijn, ja, zijn marge op zijn stoel per uur. En daar doe ik heel graag aan mee. Eten met mijn ouders bijvoorbeeld. Ik ga
regelmatig met hun uit eten. Ook met mijn partner erbij. En dan één keer in de zoveel tijd bestellen we wat, maar dan doen we één voorafje met z'n tweeën. En dan zijn we meer aan het prollen met dat voorafje dan dat we heel veel tot ons nemen. Want ik heb echt overal last van, zelfs een glas water. Oh Mijn ja. lichaam, ja, hoe leger je wordt, hoe meer je voelt, hoe extreem het lichaam reageert. Dus ik wil dus eigenlijk helemaal niks instoppen. Dus bijvoorbeeld met de kerst zijn we meestal aan het gourmetten. Dat stel ik dan voor. Dan kan ik een beetje prak op de plaat en ik gooi wat op mijn bord en ik geef wat aan mijn moeder die dementeert. En dus ik ben heerlijk bezig met eten, maar ik stop er zelf eigenlijk niks in. Weet je, dus je kan heel veel dingen omzeilen, maar het wel doen. Ik heb een vriendenclub waar ik één keer in de 2, 3 weken mee uit eten ga. Of iets mee ga doen, motorrijden en we belanden altijd op een drasje. Ik doe alleen niks mee. Ben ik daardoor minder gezellig? Nee, dat is ons eigen fabeltje. Want dat is het eerste waarvan mensen denken: jeetje, dan kan ik geen terrasje meer doen. Waarom niet? Je kan heerlijk het terras meedoen, maar je hoeft niet mee te eten. Sterker, iedereen die zegt: drink gezellig een glaasje mee, dan denk ik Ja. bij mezelf: de meeste mensen worden minder gezellig met een glaasje op. Wees eerlijk. Dus ik ben Ja, alleen nee, maar dat ben ik met je eens. gezelliger door niks te doen en gewoon aanwezig te blijven en te voelen en te verbinden, dan heerlijk een glas wijn of wat anders mee te drinken en in alle ja, hectiek en dynamiek van de alcohol mee te gaan. Ja, want dat is inderdaad ook alle verleidingen. Ik weet zeker dat er mensen aan het luisteren zijn die denken van ja. Want dat is dus inderdaad zo dat er heel vaak wordt gezegd, joh, doe niet zo ongezellig als je ergens komt. Hè? Als ik bijvoorbeeld ergens kom en ik drink bijvoorbeeld geen wijn of ik hoef geen taart of joh, ik hoef alleen maar een glas water. Doe niet zo ongezellig. Dan denk ik, oké, ik ben dus blijkbaar ongezellig omdat ik water drink. Nou, weet je, dat kan beter gaan, want wat doe ik dan hier? Hè? Als ik zonder iets te pakken, dat is bij jou natuurlijk ook. Als jij bij mij op bezoek komt en je neemt niks en ik kan zeggen, ah, doe niet zo ongezellig. Ja, dan dat is eigenlijk een dat is eigenlijk iets naar jou toe van nadelig van, ja, weet je, eigenlijk wil ik helemaal niet, want je bent eigenlijk helemaal niet gezellig. Alleen maar als je iets drinkt. Klopt. Ja. Nou ja, maar Dat is het, die conditionering. dat is de conditionering waarvanuit we leven. Aan de andere Ja. kant, na een aantal keren weten mensen, je doet daar niet meer aan mee en je babbelt dan eens gezellig en kunt lekker wandelen en andere dingen doen dan alleen maar eten en drinken. Dus ik zeg alle vrienden die bij me thuiskomen, die weten, we gaan muziek maken, we gaan lekker zingen, we gaan lekker wandelen, we gaan andere dingen doen, we gaan verbinden. Alleen niet eten en drinken. Ook Sterker, niet voor als ze mensen dat. die bij jou thuis komen. Dus als jullie bezoek krijgen, dan hebben Ja. wat jullie hebben niks in huis. Ik heb los van koffie en thee, heb ik echt geen eten en drinken in huis. Dus, maar ik heb nog wel heel veel Wauw. vrienden die wel in die oude conditionering zitten. Waar ik, en ook mijn kinderen, waarvan ik altijd zeg: als je wat wilt, kunnen we 2 dingen doen. Of we gaan een hapje uit eten, alleen ik doe dan niet mee. Wat helemaal oké is, want ik heb gewoon niks in huis, los van. Nou ja, een beetje eten, drinken, 2 pannen, maar die gebruik ik nooit. Of je neemt zelf wat mee en je neemt het ook weer mee naar huis wat je over hebt, want ik doe er niks mee. Dus voel je vooral niet bezwaard om een keuze te maken van ik neem zelf mijn spullen mee, wat ik als bodybuilder ook deed. Dan maak ik de keuze, ik neem allemaal potjes en pannetjes en shakejes allemaal mee, want ik wil er eigenlijk geen loze voeding in stoppen. En dan dronk ik ook geen alcohol. En dat accepteerde iedereen op een gegeven moment ook na 16 jaar. Of in de loop van de jaren. Weet je, dus ja, je hoeft je niet aan te passen daaraan. En is het dan zo dat dat ook wel eens wat, dat je daardoor mensen kwijtraakt in je omgeving door jouw manier van leven? Nou, ik ben om eerlijk te zijn maar 1 koppel kwijtgeraakt wat zo getriggerd werd. En wat ook heel Bourgondisch leefde. Want daar draaide bij hun alleen maar om. Samen eten, drinken en ja, puur compensatiegedrag voor mij. En die werden zo getriggerd door het niet eten dat die zeiden: ik kan niet bij jou zijn. Dit trekt, alles komt in opstand. Ik ben alleen maar boos, boos, boos. Ik zei: nou ja, goed, dan is het tijd om afscheid te nemen. En als jullie later voelen van het is oké, dan ben je. Ik ben altijd welkom om terug te komen. Maar als je je voelt zoals je je nu voelt, ja, dan is het jouw keuze om te zeggen: meneer, hier stopt onze relatie in de vorm waarin we het hebben. En dan ga ik heel even terug naar je lichamelijke, jouw fysieke toestand, hè? Ga Ja. je ook wel eens naar de dokter om je na te laten kijken en om te checken of alles in orde is, dat jouw bloedwaardes goed zijn, dat je hersenen goed werken, nou ja, alle Ja, standaard nou, dingen? Of vertrouw klopt. jij daar zo op? Nou, de laatste 5 jaar, ik heb toevallig het laatste half jaar 2 keer bloed laten prikken. Gewoon om te weten
Hoe staat alles ervoor? Hè? Maar meer voor de buitenwereld. Want ik voel me zo mega goed dat de waardes me eigenlijk helemaal niks zeggen. Sterker, alle waardes die we bepaald hebben, zijn bepaald voor een leven of een lichaam waar voeding in gaat. En zijn die waardes dan niet gecreëerd door het eten? Kijk, voor hetzelfde geld staat bij mij alles gewoon helemaal op nul, omdat ik niet geloof in de conditionering en doet alles het perfect. En kan ik misschien wel 200 worden. Weet je, met alles op nul. We zijn gaan meten, terwijl iedereen gewoon at en dronk zoals ze functioneerden. En aan de hand van wat we hebben gemeten, zijn we gaan onderzoeken. En je vindt altijd wat je zoekt. Daarom ben ik ook eigenlijk tegen medisch onderzoek naar een pranic lichaam. Kijk, het liefst wat ik heb, als het willen bewijzen, sluit me gewoon 14 dagen op, zonder eten en drinken. Laat de camera's daarbij staan, maar je hoeft mijn lichaam niet te monitoren. Ik leef al 5 jaar zo, dus waarom moet ik op mijn weegschaal gaan staan? Waarom wil je mijn bloed monitoren terwijl je niet weet wat hier gebeurt? Laat het los en laat gewoon zien dat je 14 dagen of een maand gewoon zonder kan. Zonder het te proberen te begrijpen. Nou, die medische wereld die wil nooit die kant op, want die zoekt om te ontkrachten dat het kan. Ze zoeken altijd een way out om te zeggen, nou, we weten het niet zeker. Nou, daar zit ik gewoon niet meer op te wachten. Ik ga een overgave, ik weet dat ik zo leef. Mensen voelen het bij me dat ik zo leef. En met alle liefde laat ik me 14 dagen opsluiten bij National Geographic, die zegt, we zenden het wereldwijd uit, dat iedereen het kan zien. Onze constatering is, hij heeft het overleefd, hij floreert goed, hij kan precies doen laten wat hij wil in die 14 dagen. En dat is voor ons het hele bewijs. Punt, klaar. Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat jij van jouzelf gewoon overtuigd hebt en weet van ik ben gewoon gezond van binnen. Dus jij hebt daar geen meetdingen of bloedwaardes of wat dan ook voor nodig. Nee, dat klopt. Ik ga volledig in de overgave en ik weet zonder twijfel dat bron mij alles geeft wat het lichaam nodig heeft. En dat is niet meetbaar binnen bloedwaardes. Kijk, mijn bloedwaardes waren perfect. Laat ik dat vooropstellen. Alles wat er gemeten is, testosteron was goed, bloedwaardes waren goed, mijn vitamines waren goed. Maar ik ben er ook van overtuigd, dat is de andere kant van het verhaal, dat stel dat alles nul is en bron wil iemand overtuigen dat hij in de meting er gewoon voor kan zorgen dat alles gewoon perfect is. Bron is veel meer dan dat wij ons kunnen realiseren. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal veel dieper. Het is, weet je, het hele verhaal dat je aan hoort, dit gaat zoveel verder dan alleen maar niet eten en niet drinken. Dan schiet me nou wel ook wel een vraag te binnen, hè? Als je kijkt naar onze oorsprong, waar wij vandaan komen. Daar was altijd eten van ja, heel lang terug, toen wij net bestonden. Vanaf dan is er al eten. Is er een verhaal van dat het al eerder is gedaan wat jij doet? Zijn er mensen voor jou die dit gedaan hebben, of ben jij de eerste? Nee, zeker niet. Nee hoor. Weet je, heel simpel. Jezus ging ook al 40 dagen de woestijn in zonder eten, zonder drinken en heeft het overleefd. En dat was eigenlijk ook gewoon een fysiek lichaam met een heel mooi pad. Hè? De vanuitgaande dat hij geleefd heeft, dat het allemaal klopt. Maar daar staat het ook gewoon in. En er zijn heel veel mensen, vooral in het verleden geweest, die volledig van prana leefden. Yogis in India die zich 6 weken laten opsluiten in een doodskist onder de grond een meter, zonder eten, zonder drinken, zonder zuurstof en na 6 weken opstaan en gewoon nog leven. Weet je, dus het is niet nieuw, het is niet bijzonder. Het enige wat het uniek maakt in mijn geval, dat ik een proces heb mogen ontvangen voor met name binnen de westerse wereld, die mensen in een sneltreinvaart helpt naar 1. Het loskomen van eten, 2. Het bewustzijn van, oké, hoe krijg ik eten onder controle? Het kunnen genezen van fysieke uitdagingen of ziektes of stempeltjes. Opnieuw te kunnen formateren ten opzichte van onze mind en onze trauma's. En ga zo maar door. Het is een veel meer omvattend proces dan stoppen met eten en drinken. Ja, dus dan, kijk, we zijn nou bijna een uurtje aan het praten, we gaan het een beetje afronden.
Als ik jou nou dan zo hoor, het is natuurlijk veel meer dan alleen maar niet eten en niet drinken. En voor jou is het meer een pad. Jij wil iets brengen in deze wereld, hè, als ik jou hoor. Dat wat jij inderdaad net zegt, dat is eigenlijk jouw taak. Dat is waarom dat jij dit doet en waarom dat jij dit brengt. Niet alleen maar niet eten en niet drinken, maar juist alles wat eromheen hangt. Als ik jou goed begrijp. Ja, voor mij heeft het eigenlijk twee pijlers. Ik heb mogen zien, vanaf mijn 50ste tot aan mijn loslaatmoment, mijn dood, laat ik het zo maar zeggen, waarom ik hier ben. En een van die redenen is om het collectief bewustzijn te veranderen op het vlak van voeding. Als 10% van de totale bevolking pranic living heeft ervaren. In de een of andere manier, dat houdt in de lezing kan je het voelen, oh, dit kan. Dat is al een ervaring. Tot iemand die zegt, ik stop en de rest van mijn leven eet en drink ik niet meer. En alles daartussen is een onderdeel van die ervaring. En als 10% van de mensen heeft ervaren dat ze zonder eten kunnen leven, dan zit het over 50 jaar, is dat zover, in het bewustzijn van de kinderen die dan geboren worden. En als je dan daarna een kind hebt. Wat bij die kinderen geboren wordt, ze zijn minimaal 70 jaar verder, dan heb je een ouder die weet dat je zonder kan en een kind. Nou, die kinderen die kunnen opgroeien in, ik heb niks nodig, ik word gevoed vanuit prana en die zullen ongeveer nog 2 tot 3% tot zich nemen alleen voor de smaakexplosie. Zoals wij wel eens door een moestuin lopen en denken, oh, lekkere braam, oh, lekker, klaar. Niet meer dan dat. De voeding halen ze uit. De energie en de smaak mag er gewoon zijn zonder het emotie eten, zonder alles af te dekken. En ga zo maar door. Even wachten hoor, komt even iemand binnen. Hey, ik ben nog heel even bezig, kan dat? Oké. Dus daar gaan we naartoe. Dat heb ik mogen zien. Dat is ook de periode die ik hier nog mag zijn om die 10% te bereiken. Dat is één. De tweede pijler is dat ik zie dat ongelooflijk veel mensen helen van dit proces. En waarom zeg ik dat? Er zijn een aantal factoren waarom we ziek kunnen zijn. Eén, de trauma's. Twee, een openstaande darmwand die we eigenlijk allemaal hebben. Daardoor een verlaagd immuunsysteem. En ga zo maar door. Dat zijn allemaal factoren die aangepakt worden. In dit proces. En dan heb ik ook letterlijk mensen die ongeneeslijk kanker hadden, tot auto-immuunziektes, die na een half jaar zeggen: wow, het is er gewoon niet meer. Nou, dit is iets waarvan, los van pranic living, elke cel in mijn lichaam weet: daar gaan we naartoe. En die artsen die komen vanzelf voorbij. Ik hoef niet naar hun toe. Al die cliënten die zelf genezen zijn. Die leggen dat bij de arts neer, die gaat dat vanzelf onderzoeken en die komt vanzelf bij dit proces en gaat vanzelf vragen: wat kunnen wij hier samen gaan onderzoeken? Het is een onderdeel van de evolutie van waar wij als mens zitten, zowel op eten als op medisch gebied. Nou, ik denk dat medisch gebied, ik weet niet of jij dat nog meemaakt, denk ik. Want die zijn natuurlijk nog steeds op de pilletjes en het verdienmodel. Dus dat Nou, is natuurlijk. nee, Hè? ben ik het niet mee eens. Nee, nee. Nee? Oh. Luister goed, luister. Ik dacht er ook altijd zo over. En tegenwoordig spreek ik veel meer mensen in de medische wereld die eigenlijk al weten dat meditatie, trauma healing en voeding aanpassen een weg naar fysieke healing is. Het enige wat zij zeggen, en daar hebben ze 100% gelijk in. Ongeveer 5% van de mensen is bereid om dat pad volledig te omarmen. Dat zijn de mensen die wakker zijn. Niet meer dan 5% op deze wereld is wakker. De rest is nog aan het overleven. Zit nog in, noem het even 3D, 5D. Maar zitten in een ander book of life. En hebben gewoon een aardse leven. Die hebben liever een pilletje en daarna weer het biertje en een friet. Dan dat ze gezonder gaan leven. En zij zeggen. De mens is de meest inconsequente factor hierin. We geven het aan regelmatig en toch willen ze hun dieet niet aanpassen.
Nou, dat is waar veel verslaafden in zitten, waar wij als mens in zitten. Dus die medische wereld wil wel mee, alleen zijn wij als mens over het algemeen, de 95%, gewoon nog niet klaar om dit te ontvangen. Oké. Nou ja, als je het zo zegt, dan ja. Maar ik vind het wel bijzonder dat eigenlijk maar zo'n klein percentage, dat je zegt, dat er maar zo'n klein percentage daar al mee bezig is. Ja. Meer met spiritualiteit, die nou, te zaak, zeg maar, wakker is. Ik Ja. dacht dat het, maar dat komt misschien door het leven waar ik in zit en de mensen die ik om me heen heb. Want naar mijn idee zijn het er heel veel. Maar eigenlijk tegelijkertijd zijn het er ook nog een heleboel niet. Nou, ik zie Ja. als ik gewoon kijk naar wat ik mag doen en delen, dan zie ik dat ongeveer 5% werkelijk wakker is en ongeveer 95% ja, die hoort wel eens wat en die doet misschien een keer een yogalesje. En die Ja. wil wel eens een keer een meditatietje doen, maar dat niet belichamen. En die heeft zoiets van, ja, het is allemaal wel goed, maar ik wil toch wel mijn oude leven toch nog in stand houden. En dat is eigenlijk nog veel meer dan dat wij ons realiseren. Het gaat wel steeds harder. Ik gebruik het altijd als voorbeeld. 20 jaar geleden had je Tinekers Paranormale Wereld en het Zwarte Gat en voor de rest niet. Ja. En nu kan je Facebook niet aanzetten Dat of de klopt. tv of er is wel wat. Ja. Dus vindt daar verandering plaats? Zeker. Is Nederland een koploper in dit soort processen? Absoluut. De 5% voor mij is ook wereldwijd en niet zozeer in Nederland. Wereldwijd hebben we zeg die westerse wereld die heel erg opent ja, het is tijd voor verandering. Dat is ook een stuk evolutie. Terwijl in Afrika zijn mensen nog heel erg aan het overleven. In India zijn ze eigenlijk dat bewustzijn een beetje aan het loslaten. Want die gaan meer geld verdienen. Die gaan ineens mooiere huizen Ai. kopen. Telefoontje, pakje aan. Die gaan het proces wat wij al 50 jaar bewandelen en het loslaten zijn. Stappen zij weer in, want ze hebben dat nog niet mogen ervaren. Dus dat is een hele dynamiek op die aarde waar we met z'n allen ja, rekening mee mogen houden en inzitten. En omdat wij als westerse wereld heel erg daaruit stappen. Wow, we moeten bewuster worden. Houdt niet in dat die Afrikaan of die Indiër. Die eigenlijk al generatie op generatie aan het overleven is. Nu ineens denkt: oké, zen en ik laat het allemaal los. Nee, die wil dat ook ervaren. Die wil ook die welvaart gevoeld hebben. Ja, dus ja, ik ben ook wel van overtuigd dat we naar een andere wereld toe gaan. We zijn echt in een transitiefase naar een andere wereld. En inderdaad, als ik jou allemaal zo hoor, het triggert mij echt enorm. Tegelijkertijd voel ik ook meteen weerstand. Oké, niet meer Ja. eten, maar dan? Dus het is heel dubbel, dat ken je dan waarschijnlijk wel. Maar ik vind het wel, ik hoop dat je het nodige los hebt gemaakt bij mijn luisteraars. Hey, maar waar kunnen we jou vinden en wat kunnen we bij jou doen? Als mijn luisteraar nou denkt, oké, wacht even, ik wil hier eigenlijk wel meer van weten. Want dit vind ik eigenlijk zo ongelooflijk interessant. Ja, oké. Nou, ik heb gewoon een website, uiteraard, zoals heel veel ondernemers, gewoon www.bramanminor.com. Daar kom je eigenlijk op de website waar je heel veel informatie kan vinden. Ja, zet ik onder de show notes beneden. Ik zet het in de Oké, opmerkingen erbij. top. Ja, nou, dan zijn er een aantal dingen die je kan doen. Je kan, als je hem gelijk voelt en je merkt van, wow, ik ben ziek en ik mag wat ontvangen, ik voel dat ik van prana wil leven, dan heb ik een 5-daagse en een weekend. Het eindstation is altijd pranic living en eten en drinken loslaten, dan wel heling, dan wel noem het allemaal op alle voordelen. Het verschil tussen de 5-daagse en het weekend is dat het weekend puur geënt is op de transformatie. En in de 5-daagse, daar zit ook die hele transformatie. Alleen daar ga je eigenlijk door de droger heen, daar word je helemaal uitgewrongen. Daar ga je de diepte in, heb je heel veel bronervaringen, word je helemaal omarmd met allerlei processen, wat gewoon een magische 5-daagse is. Wat het weekend ook is, alleen daar ga je minder diep. Dus zeg je, ik wil me helemaal laten vallen in overgave, dan is de 5-daagse heel erg mooi. Het weekend is echt betaalbaar, pragmatisch, even stampen 2 dagen en daarna wat huiswerk. Als je daarna zegt van, ik wil het eerst eens ervaren. Dan heb ik een e-boekje, dat is een download die je kan doen. Daar zit een maandprogrammaatje in met een dieet, wat vaste dagen, wat oefeningen die je kan doen. En dan kan je merken van, wow, wat brengt mij dit? Dan, en dat het heet een pranic experience. Dan kan je echt gaan voelen van, wow,
Ik merk die ruimte, ik merk die stilte, ik merk die verandering in mijn lichaam. Dat is niet de weg naar pranic living, maar het is puur een ervaring. Daarna zeggen heel veel mensen, wow, nu wil ik naar een retreat, want dit wil ik heel mijn leven hebben. Wil je mij persoonlijk nog ervaren, dan heb ik een aantal pranic dagen. Dat is voor de mensen die een pranic proces gedaan hebben om het te activeren. En voor de mensen die gewoon zeggen, ik wil je gewoon een dag ervaren en allerlei oefeningen en tools en tricks doen. Dan kan je bij me komen en na die dag, ja, dan weet ik zeker dat je merkt, wow, ik ga me inschrijven en ik wil dit heel mijn leven hebben. Dus dat is een beetje het pad wat ik bewandel met mensen. En ja, het belangrijkste voor mij is dat mensen werkelijk hier gaan voelen van, wow, dit is, dit, hier mag ik wat ontvangen. Ongeacht wat, hè, ik zeg, de rest zijn maar worsten die je voorgehouden worden. De worst van pranic living en healing. En je weet namelijk nooit waarom je komt. Dus als je hem voelt, open daarin, ga een overgave. Kies iets uit wat op je resoneert en ga het gewoon ervaren. Want het is, ja, het is magie wat je mag ontvangen. En uiteindelijk doe je het allemaal zelf. Dat is mooi. Ik ben niet een healer. Ik ben niet degene die je iets kan geven, iets mag geven. Ik mag alleen wat delen in oefeningen, in kennis, in wijsheid, in het met z'n allen doen. En daar, ja, daar mag je zelf jouzelf transformeren. Ja, ik vind het helemaal geweldig wat je vertelt. Ja, en ik hoop echt dat mensen hiervan aangaan. Ik in ieder geval wel. Vind ik Ja. echt van wauw, oké, weet je wel, wat ga ik hiermee doen? Ja, en ik Dus wil dat nog me even dan ook al. inhaken. Ik wil nog even inhaken op wat jij net zei, trouwens, om je even in de reden te vallen. He, de weerstand die mensen vaak voelen, eten en drinken, loslaten, kleine nuances erop. Pranic lichaam, sorry, pranic living, is je lichaam voeden met energie en de vrijheid hebben om niet te eten dan wat te drinken. En die vrijheid, ik noem dat pranic flow, houdt in, maandag stap ik uit bed en ik leef van prana en ik heb niks nodig en ik wil ook niks. Dinsdag niet, woensdag niet. Oh, donderdag hebben we een feestje. Daar kan je kiezen om op dat feestje gewoon mee te doen. Of je ouders komen een weekje voorbij, je woont in Spanje, ouders komen. Nou, die wil je niet altijd lastigvallen met jouw keuzes. En daar kan je gewoon zeggen, deze week doe ik gewoon alles mee en daarna zet ik hem weer uit. Dus je hebt de vrijheid om het wel of niet te doen. Dit vind ik inderdaad wel een hele mooie afsluiter. Dat mensen dit in ieder geval met zich meenemen. Dit ga ik ook zo delen. Dit vind ik ook trouwens wel een mooie om op deze manier hier neer te zetten voor mensen die geïnteresseerd zijn in deze podcast. Ik hoop dat we veel mensen hiermee bereiken, Menno. En Ik ook. ja, ik wil jou gewoon enorm bedanken voor je tijd en voor deze opname. Ik heb genoten van je verhaal en ik ga hem echt heel actief delen, want dit is iets wat veel mensen, dit mag echt de wereld in geholpen worden. Ik vind Ja. het helemaal fantastisch. Ja, nou, lieverd, dank je wel voor het faciliteren. En dat je dit wil doen. Voor mij is dit ook, dit ook de weg. Hè? Ja. De organische weg van het laten weten dat het er is. Hè? We gooien overal een kwartje in. En als mensen hem voelen, zijn ze welkom. Voelen ze hem niet? Even goede vrienden, denk je, wat een mafketel. Het kan allemaal niet, bestaat niet. Ook even goede vrienden. We hebben niet allemaal hetzelfde pad. En met alle respect, diepe buiging voor ieder die zijn eigen pad bewandelt. En ja, precies doet wat hij mag doen hier in het leven, hier op aarde. Ja, tof. Ja, toch? Dankjewel. Super. Ja, jij Enorm ook. dankjewel. Zeker weten. Mooi. En misschien spreken we elkaar nog. Zeker. Zeker Leuk. weten. Dankjewel. Doeg.